En mag ik jou vragen wat de prikkel voor jou was om deel te nemen aan deze masterclass-reeks? Nou, ik weet van mezelf dat ik heel goed ben in het sleuren en trekken aan mensen om dingen voor elkaar te krijgen. En ik dacht, dan krijg je een beetje het gevoel alsof jij de enige bent die eigenaar is. En ik dacht, nou, dat moet toch anders kunnen. Laat ik dus, toen zag ik die cursus eigenaarschap voorbij komen. Laat ik daaraan deelnemen. En wat heeft deze masterclass-reeks tot nu toe opgeleverd? De masterclass heeft me opgeleverd dat ik op een andere manier leer kijken. Dat ik ook veel meer terug ga naar mezelf. Ik heb ook heel veel over mezelf geleerd. Ik kom uit mijn groefje in de plaat, zeg maar. En ik heb ook gemerkt dat als ik ervaar dat mensen geen eigenaarschap tonen, dat mijn beeld is. En dat ze misschien wel hele andere drijfveren hebben die erachter zitten. En dat ze misschien ook wel degelijk toch eigenaar zijn. Maar doordat je anders leert kijken, kun je ook andere vragen leren stellen. Dus dat zijn hele mooie inzichten. En je hebt die cursus gevolgd, de masterclasses, het ontwikkelen van eigenaarschap. Ja. Waarom? Omdat dat iets is waar ik heel erg tegenaan loop in mijn opdrachten. Dat organisaties meer eigenaarschap willen van hun mensen. En hoe je dat dan bij mensen versterkt. Mm-hmm. Ja. Dat is een echt vraagstuk, hè? Ja, dat is een echt vraagstuk, ja. En ik merk dat organisaties dat, mede door deze leergang heb ik dat geleerd, dat organisaties dat heel instrumenteel aanpakken. En heel erg de neiging hebben moeten denken dat ze dat van bovenaf op kunnen leggen. Ja, vanaf nu moet jij eigenaarschap nemen. En wat leer je hier dan in deze masterclasses? Ja, dat dus niet werkt. Ja. Dat mensen alleen maar eigenaarschap kunnen nemen als ze dat zelf willen. En als ze ook zelf zien hoe ze dat kunnen gaan doen. En dat je als coach hooguit dat proces kunt faciliteren. Ja. Maar het niet kunt opleggen.